is de BSB! Getwijfeld of Mick überhaupt wel een zoon van Danny is. Oh ja, hoe zo? Nou, het praat niet en droomt niet. Hé, maar buurman Ferdy, die werd trouwens ook het verdacht van het vaderschap, hè? Maar dan was het kind in plaats van Mick wel Mickey genoemd. Snapte je nu wel, hè? Wij wel. Ja, Mickey Mouse met die van Versveld oortjes. Ik heb trouwens gehoord dat Meloes ook op de knieën is gegaan. Oh ja, ja? Ja, ik kon Danny het aanzoek doen. Weet je trouwens hoe die twee seks hebben? Puppy-stijl. Nou, volgens mij dwalen we af, jongens. Ik denk dat jullie het eerder in de hoek van de sporten moeten zoeken.
Nou, dan zal het Unitas wel zijn, denk ik. Er is een hele nieuwe clubstructuur, hè. We hebben een nieuwe stichting opgezet. We hebben een technische commissie in leven geroepen. Een nieuwe voorzitter. Verjonging in het bestuur. Assistentcoach bij het eerste. En een zwaarwichtige stagiair ook bij het eerste. Trainer op kunstgras. We hebben de trainer natuurlijk lang uitgestuurd. Het invoeren van winstprings van de eerste elftal. En dan zouden we toch denken, dat moet effect hebben, hoor. Maar we denken, sta je onderaan. Nou, dan wel een goede koop je hartje dan, als ze die winstpremies niet uit moeten keren. Ja, maar die winstpremies zijn trouwens wel ergens te verklaren. Want alle spelers die nou bij het eerste voetballen, mogen van het resterende bedrag uit de premiepot een zitzak bij Harry van Brugge uitzoeken. En wie wil er nou niet zo'n fat boy van Harry? Harry is trouwens wel het lopende reclameblok van zo'n fat boy. Ja, bij Unitas zou zo'n voorbeeld met alleen maar die tennissers, hè. Die spelen gewoon Eredivisie warmen, hè. Eredivisie, hè. Ja, dat is waar. Maar nou zijn ze daar toch echt niet zo heel slim. Hessel van Kessel, die ken ik jullie wel, die moet er nog wel eens een keer snoeien. En dan vindt hij nog wel eens een verloren tennisbal. Hessel steekt die tennisbal in zijn broekzak, zodat Guus, de hond van Hessel, er later op die dag lekker mee kan speulen. Wat denkt u? Kom maar eens van Kessel op tennisbal aan. En die vraagt aan Hessel of hij wat wil drinken. Waarbij die blik van Mariska op die bobbel in de broek van Hessel valt. Wat redde daar, zei Mariska. Ja, Hessel zei, daar zit een tennisbal. Mijn god, zegt Mariska, dat moet wel heel pijnlijk zijn. Ik had ooit een tennisarm. Waarom het allemaal zo slecht ging bij Unitas. En ik citeer even, want het zijn een hele hoop woorden. Bij Unitas gaat het zo slecht omdat het ontbreekt aan techniek, doorzettingsvermogen, spelinzicht, conditie, pure springkracht, de juiste voorzetten, scherpte, kwaliteit, passie, teamgeest, creativiteit, concentratie en een klein beetje geluk. Het is Unitas ondanks grote hervormingen nog niet gelukt om potten te breken. Het eerste onderaan, het tweede in degradatiepositie, het vierde bungelt onderaan en daarom is één, het pronkstuk van Unitas, het na degradatie vorig jaar, één punt gehaald. Dames en heren, dat is Jacco van de striptent hebben. Die man is echt speciaal, die heeft echt iets extra's. Ja, een chromosoom of zo. Gesteund! Wie is dat nou? Ja, dat is onze eigen Art Odenach. Wat scoort dit? En dan nu krantenkop voor team Jan. Krantenkop 2. Op de vlucht naar Wamel. Kijk, hier raken we de nationale vluchtelingenproblematiek. Nou, ben er maar blij mee. Vroeger hier op het Slagerfestival, toen hadden we nog Toon Legarde. Met het Walmers Oostblok. Met Walmers Oostkant. Als je er nou doorheen loopt, dan leg het wel op het... Op het Oostblok inderdaad. Op het Midden-Oosten. Ja, vroeger toen was hier in Walmers de ellende nog wel te overzien. Toen hadden we alleen nog maar Pepijn en Reinoud. Voor meer informatie kunt u na het optreden terecht bij een van de PSV'ers. Einde bericht. Nou jongens, ik mug wel wat minder. Je moet wel wat over hebben voor de medemens. Ik heb onlangs nog een paar van mijn oude jurken aan het Rode Kruis gedoneerd. Ja, dat klopt. Ik voorbij zie kamer op het Nijs. Daar hebben ze heel heumisch hoort mee opgebouwd. En dan snap ik ook wel waarom ze daar klagen over stank. Nee, dat rode kruis van jou, dat lijkt me nou ook niet zo fris.
Wat een stuik! Heerlijk, we dwalen weer af. Ik denk dat we dichter bij huis moeten zoeken. Want er is maar één ding erger dan Oostblokkers of mensen uit het Midden-Oosten. Overwalzen. Alleen die gasten van de BSV die zijn zo stom om daar volgend jaar in te worden. Bij Hessel en Pieter. En het ergste is nog, het plant zich nog veel ook nog. Nou, dat is maar één ding ergens in mijn ogen hoor. Oostblokkers en mensen uit het Midden-Oosten. En dat is Lauwensit. En zo is dat, of niet? Rob, Maarten en Mark. Hebben jullie dan echt niet in de gaten dat die wijven zichzelf gewoon allemaal in proberen te neuken? Nou, daar ben jij anders bij mij niet van. Nou, ik maak hopen voor jou dat Jan er niks van gewerkt heeft. Maar die Jordi, van de Haas, die doet net maar andersom. Die is zelf een vluchteling. En die maakt zelf een vrouwtje uit Wamel. Nou, die vriendin die is trouwens zelf ook een vluchteling, hè? Ja, maar dat is een tweede generatie allochtoon. Die is inmiddels voor 50% genaturaliseerd. Ja, maar jij is ook een mooie. Ik kom eerst eigen lot uw hele horen overkamen. Ja, wist je dat de Maya's van de Syriërs hebben afgekeken? Andersom eigenlijk. Eerst gaan de mannen naar het beloofde land. En dan als ze een vrijplaats hebben gevonden, dan laten ze een hele harem overkomen. Ja, daar zijn we mooi klaar mee met die Maya. Rustig! Zeg het toch niet! Want 9 euro vonden ze te duur, man! Trouwens, dat de studie had uitgewezen dat dikke vrouwen langer leven dan de mannen die er eerlijk tegen hun vrouw durven zeggen. Met je blessers. Je hebt trouwens nog zo'n vluchteling. Marieke, van Rob de Leeuw. En daar is het nog, die heeft haar broertje ook al naar binnen gesmokkeld hier vanavond. Wist ze trouwens dat het Rob helemaal niet om Rieke te doen is. Hij vindt haar veel gezelliger met haar broertje van dan. Al laatst gingen ze op vakantie. Toen had hij de wagen zo vol getouwd dat nog maar 2 man in de auto paste. Dus ja, we denken, dat broertje van Rieke, daar rijdt mee maar op. En we denken van Rieke, die werd mooi nagestuurd op het vliegtuig. Nou, dat is ook een toppunt van romantiek. Nou, ik heb zelfs gehoord dat Rob de piloot heeft gevraagd dat ze nog een extra rondje over de hoek in konden vliegen. En die krap konden we wel maken, want er zijn toch genoeg Oekraïners hier. Ja, de vraag is goed beantwoord. Het aantal buitendeur op zijn Wamel stijgt fors. Want de cultuur van Wamel zwaar onder de lijn heeft. En dan nu een bericht van opsporing verzocht. 2 vluchtelingen uit Wamel zijn al jaren op zoek naar hun familie. Ze noemen zichzelf duo No Family. Ondanks een jarenlange posteractie en meerdere benefietoptredens hebben ze nog steeds geen enkel spoor van hun familie gevonden. Als we echter de poster erbij pakken, dan is het voor iedereen wel duidelijk waarom niemand ze op kan halen. Als mijn hond er zo uitzag, dan scheerde ik een seconde kan en leerde ik hem achteruit lopen. Zoals het blaasapparaat bij Hans Rek al gaf, ho ho, één tegelijk zuipen wij ons de 2e ronde. Wint in deze ronde krijgt elk team 4 foto's te zien. En jullie moeten raden wat het verband is tussen de foto's. Voor team Pam, de volgende foto's. Kijk eens kijken, dat is Jacques van de Schriptuin, de Vlaam van Willeke. En in dit huis wonen ze. Ja, dat is een foto van een rol. Nou, die kan eigenlijk niet zo goed plaatsen. En kijk, dat is ook nog waarom zijn oude glorie. Dat is vergaren voor geld. Ja, die drol die kan ik ook niet zo goed plaatsen. Wel, deze weet ik wel.
Jack, je bent nogal met te weten van de Walmerse historie. Maar één ding heeft hij echt wel over het hoofd gezien. Want eigenlijk zit hij gewoon te schijten in het oude pashokje van Vergaal en Vergelder. Mega netjes! Maar ja, al nergens op mee. Al nergens op die beste man Shaq, terug te komen. Die is er zo aan gewend geraakt, dat hij nog wel eens vergeet dat hij niet thuis is. Ik stond als een deal bij de Shaq en Jones. Wil ik ineens uit het pashokje, Wil, godverdomme, is het wc-papier alweer op? Gaat daar gedaan open, wat denkt u? Ja, Jack verstibbend. Ja, man, dat is goed geantwoord. Dan hebben we nou nog een makkelijke van Team Jan. Eens kijken. Een voetbalschoen. Een shirt met een rugnummer. Een stel hersenen. En dan wordt Harry de Kapper. Dat is toch lastig, jongen? Harry van Empel. Ja, dat is lastig. Even kijken. Harry, die voetbalt wel. Mag het niveau? Tja. Ja. En dan heb ik nog die hersenen. Die kan ik helemaal niet waar in lossen. Nee. Maar ik kom er nog niet uit. Ja, dan zal ik het maar vertellen. Harry is de eerste voetballer bij wie en de schoenmoot en het rugnummer en het IQ exact hetzelfde is. Einde van ronde 2 met een stand van 4-3. Als Mas Frank van de Veldmaat zou zeggen, wanneer je 2 avocado's koopt voor de prijs van 1, dan krijg je de tweede avocado. Dus ik vroeg aan Willy Veldmaat, weet je wat een bakje rauw kost? We hebben nog overige zakelijke informatie. Heka Vuurwerk komt die jaar met 4 pijlen op de markt, die behalve gillen ook vloeken. Zij te herkennen aan het korte lontje. Hebben jullie trouwens gehoord dat de vijandelijke overname van de spa met de nauwe lood is afgewend? Alles was al een kan en kruiken. Frank en Willy die zaten hun geld al te tellen, totdat ze erachter kwamen bij de kleine lettertjes. Dat elke vierde wachtende in de rij gratis boodschappen kreeg. Ja, kijk, ik wil je snappen, man. Bij Wilma achter de kassa kun je die regel 30 versoepelen naar de 44e wachtende klaar. Kortom, de spa is veilig gesteld. Dan hebben we tot slot nog een foto waar beide teams een onderschrift bij moeten bedenken. Is dat Laura van Beurzen? Jazeker. Laura van Beurzen, na je baan bij de Zoutbank. Eens even kijken. Als ik dat zo zie, is die ingreep van dokter Schumacher mislukt. Denk er nog in. Heka Vuurwerk, levensgevaarlijk. Ja, Mietje, de eindstand is 8 van 10, Twan. Eerst een applaus. En 7 voor Team Jan. Dat betekent dat Team Twan gewonnen heeft en ze krijgen het cadeau wat Team Jan voor zijn aangeschaft. Ja, en dat is, ga je kunnen weten, Elma? Een heerlijke band chili con carne. Lekker Jan, en dan mogen de vliegers een liedje zingen. Thank you.
kom erbij, hoor. Volgend jaar hebben we weer last van.
Ik zou nog eens kijken of het nou waar BSV net is. Als die zon en de slagenwissel van de stek afgaan, dat kan niet, hè? Precies. Jongens, dit was de trainer van nou 6 jaar, de Noordsportvereniging. Ze gaan wel met eigen muziek op.